Wij zijn nog even een weekje trainen in Spanje, maar wij zijn natuurlijk de 25e februari terug. Want dan hebben wij de ploegpresentatie! En jullie kunnen daarbij zijn. Ga naar de website en zorg dat jij je tickets krijgt voor 25 februari. Het is in Breda en we hopen zoveel mogelijk van jullie, Belgen, Nederlanders, Friezen, Tsjechen en jullie te zien daar. Joejoe! Als we dat nou steeds meer gaan verbreden, zijn we ook in de koers, zijn we gewoon niet te kloppen. Dus dit is echt, jongens, een kippenvel hier. We hebben hem, we hebben hem! Zaterdag 4 maart maken we ons debuut in het peloton. De komende weken werken we toe naar de Ster van Zwolle. Met maar één doel: winnen. Dit is ons debuut. Het is gewoon echt letterlijk mijn eerste tripje hier zo in de ploegleidersauto erachter. Hey, maar Hugo, moet je niet ploegleider worden? Kijk hoe je erbij zit. Ja. Stoorverwarming aan. Yo, yo. Jongens, we gaan door, hè? Hey jongens, bedankt dat jullie op mij wachten, heel veel, hè? Anders waren we wel spijt op toe geweest. Wat doe je? Ik wacht tot iemand een stukje tape kon brengen als dat het groene doek blijft hangen. Willy Thijs, wie is de eerste? Dat was de laatste keer dat we aan de kant gaan vinden, Niels. Het is rustig, hè? Morgen ga je dan toch fietsen. Even de benen doorbloeden. Als je zoveel trainingen achter elkaar hebt gedaan, dan moet je wel een beetje. Precies. Of je pauze? Altijd. Meestal loopt die behoorlijk uit de hand. Ja. Vandaag mag het. Ja. Let's go, Harry. Calibration, hè? Ja. Vandaag staat een VO2 Max training op het programma. Een pittige training waarbij je 30 keer in blokjes van 10 seconden volle bak de berg op sprint. Het is vroeg, hè? Zijn jullie vandaag? Ja, 5 uurtjes, blokjes. Dus ja. Oh. Hey. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Goed slapen. Dit is Jordi, onze Vlaamse Frenkie de Jong. Ik omschrijf me eerder als een puncher. Iemand die hele lastige terreinen aan kan en het dag op dag presteren in meerdaagse wedstrijden. Deze zomer maakte hij de overstap van wielrenner naar autoverkoper. Ja, ik miste het fietsen zo hard na één maand gewoon weer te moeten gaan werken uiteindelijk. Ja, dat ik gewoon echt op handen en knieën zeg maar terug ben gekomen. Korte termijn denk ik effectief gewoon meedoen in finales vanaf wedstrijd 1. 100% van overtuigd dat dat kan. Prima. Prima. Jij? Goed. Het regent. Jammer, hè? Ja, toen hoor ik ook al. Vannacht of zo. Nu ook. Best hard ook. Eerste dag en twee teken dat regent. Jij bent echt positief, hè? Dat is altijd. Ik heb in de buiten gekeken. Vanaf 2 uur wordt het droog. Ik had nog lang uit kunnen slapen. Nee, ik denk dat we laat gaan vertrekken. Ik heb wel geluk. Ik ben een aanvoerder van mijn team vandaag. Jij mag beslissen. Ja, tweede rustdag. Het gaat niet warm zijn. Daar zijn we niet voor naar Spanje gekomen. De regen maakt de wegen ontzettend glad. Dus het is onverantwoord om dan nu in de nattigheid te gaan rijden. Dus we moesten een alternatief programma bedenken. Beetje aanpassingsmogelijkheden. Ja, het heeft hier voor het laatst voor kerst een keer geregend, dacht ik. En nu dus dat maakt vallen. Dat het vaak is, toch? Want ik van het regen vaker, toch? Ja, vanuit de bomen komt er van die olie op de weg. Oh, ja. En dat maakt het allemaal heel erg link. Dus de taxel. De taxel. En de gym in. De gym in. En dus werd er besloten om pas in de middag te vertrekken, in de hoop op beter weer. Bravo hier.
Maar het is droog, Rob. Het is droog. Daar gaat het om. Ja, ja, ja. De weg is nog wel nat. Is dat nog een ding? Nou, weet je, het mooie aan deze groep is dat ze al echt op elkaar passen. We gaan namelijk blokken trainen, hele intensieve sprintblokjes. Ja. En de heen- en terugweg is gewoon om daar te komen. En dan moet je nou gewoon rustig doen, geen risico's nemen. Helemaal gepakt en bezakt voor vandaag. Dat doen we mee dan? Reepjes, jelletje, bidonnetjes, regenjekje, handschoenen. Ik denk dat de regenjekje niet overbodig is. Dit is Kevin, onze Rotterdamse berggeit. Met de mooiste lach van het peloton. Hij won al serieuze koersen bij de belofte. I will see what happened in the end, but from now I try to see every day like a new day. And... Ook wist hij al de Vuelta uit te fietsen. Als ze mij een taak geven, dan doe ik dat voor 110%. En is daarnaast een echte Feyenoorder. Speelt coach een beetje goed, hè? Zit bij Jan Boskamp hier. Ja, hoor hem nou, joh. Daar zit hij. Oh! Wie scoort? Zag die pegel, jongen. VST met een punt, Kevin. Punten. 3 punten hadden we moeten hebben, domme. Jij zit wel lekker warm in de auto zo. Ja, ik zit met Rob in de auto. Heb je goed bekeken? We hebben nu echt meer gefocust op langere trainingen, vooral duurvermogen. Ja. En het tempo gaat langzaam steeds omhoog. Maar in de wedstrijd heb je natuurlijk ook momenten dat je iets mee moet springen. Of de eindsprint natuurlijk. Ja. En die spiergroepen en die intensiteit gaan we vandaag trainen. Kort maar heftig. Hoe heftig? Bloedsmaak in de bek. Oh ja, dat is heftig. Die. Ja, we zitten in dezelfde technobunker. Ja, Thomas heeft me laatst een techno-tipje gegeven. Die luister ik ook een beetje, even die goede beat erin gooien. Ja. Dit is Joren, een explosieve renner met een duidelijk doel voor ogen. Ja, dat is Parijs-Roubaix rijden over 2 jaar. Hij begon ooit op de mountainbike en heeft daardoor zijn fiets wel aardig onder controle. Trucjes en zo, dat vind ik wel leuk. Ga elke keer weer nieuwe dingen. De aanmelding van Joren voor de Wheelie Contest is ook al binnen. 5 kilometer. 5 is al heel lang, want dat kost ook heel veel kracht. Ik zou wel 2 kunnen, denk ik. Ja. Maar beeld je echt die sprint in, hè? Mij pas zit je in de koers, focus je daarop. Dus hier wordt de baas voor de eindsprint in Zwolle. Ja. Ja, die wordt hier gelegd. Langs de sinaasappelen in Alicante. Ja, mooi, hè? Staat er. Uitblazen. Ja. Maar je gaat. De eerste keer reed ik allemaal zeg maar 800 gemiddeld, 850. Hangt soms een beetje, soms zat je in de bocht, maar eigenlijk alles 800. En nu in de laatste sessie zeg maar, heb ik alles zeg maar, nog 900. En je piek? Ja, piek is natuurlijk niet extra. Ik kan niet echt. Nee. Wel 1250. Okay. Maar ik kan het makkelijker kwijt op het vlakken, maar 1400 of zo kan ik doen. Ja. Dat is natuurlijk ook, je doet nu de hele tijd, dus je hebt de hele tijd. Het echte piek is er wel vanaf. Dat is de naam vaak, ja. Nieuwpeer. Dat is het. Dat meen je niet. Nieuwpeer? 1773. Het begint erop te lijken. Dit is Martijn. Ik zat op de bank met mijn vriendin en ik kreeg een appje van Bas. Eerste jaar komt hij en we hebben als streven om nog hoger te gaan. Ambitieus. Gelukkig bij Martijn zelf ook geen gebrek aan ambitie. Ik vind wielrennen superleuk, maar niet als ik zou moeten rondrijden als pelotonvulling. En dus heeft hij een duidelijk plan voor dit jaar. Laten we eens vol gaan focussen op die sprint. Kijken wat we daaruit kunnen halen. Mocht de Ster van Zwolle eindigen in een massasprint? Kan je die winnen, denk je? Ik denk het wel, ja. Het werk begint te belonen. Rijden die omhoog? Ja. Ik had het idee dat ik met een zwaarder verzet hoge wattage reed. Voel. Ik kan zwaarder als staan. Reed buiten het lat? Ja. Lekker man. Oh.
Toch een beetje bloed. Ja, dus... toch wel een beetje. Ja, het was wel pittig. Ja. En dit is Abraham. Als afgestudeerd bewegingswetenschapper wordt hij binnen de ploeg nu al El Professor genoemd. Iedere voordeel heeft zijn nadeel, of ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik voel me helemaal thuis in Nederland. Ik gebruik mezelf al die coach. Hij is zelf ook trainer, dus hij begeleidt ook andere wielrenners. Nu komt hij uit een echte Vlaamse wielenfamilie. De vraag was niet, ga je beginnen met koersen? De vraag was eerder, wanneer begin je met koersen? Muchas gracias. Thank you. En dit is de laatste renner die we aan je voorstellen. Jentel. Ik ben een beetje een saloncoureur. Dus, Jentel, een beetje een nuchtere jongen. Nuchter, ja. Ik volgde de filmpjes van Tour de Titan ook al op de voet. Dat lijkt altijd zo ver weg. En opeens zit ik dan in die wereld. Dat we dan misschien stiekem een wildcard krijgen voor de Tour de France. Dat zou wel een mooie droom zijn. Blijf met de training. Toch wel een beetje aan de werkpunten bezig geweest. Dus, pijnlijk. Pijnlijk. Pijnlijk, maar nodig. Maar nodig. Dus, een beetje eten zal deugd doen. Ja. Hopelijk blijft het in de maag. Wat is Mark aan het doen? Ja, doe maar. Goeie sinaasappels. Wat is de mooiste shot van de tweede aflevering? Oh, Jacques. Is het lekker? Nooit meer. Alles voor de ster. Alles voor de ster. Daar gaan we een showtje neerzetten, joh. Oh. Nadat iedereen was bekomen van de pittige training, konden we even videobellen met Hartijs. Die na zijn val nog altijd in het ziekenhuis lag. Heb je veel pijn nu? Ja. Eigenlijk wel veel pijn, maar ik heb wel constant pijnstilling ook. Zonder die pijnstilling Is het echt afzien. Maar ja. Je ziet wel in zijn ogen dat hij het lastig heeft, dat hij baalt dat hij er niet bij kan zijn. Dat hij het graag anders had gewild. Ik denk dat hij echt heel goed op weg was om echt een goed seizoen te rijden. We worden er stil van. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik kan het ook niet mooier maken dan het is, jongens. Nee, ook niet. En hoe is het bij jullie dan? Ja, synchrosfera, niet normaal. Echt niet normaal. Het is een mooi dag, of niet? Ja, bizar. Te luxe voor woorden gewoon. Ja, maar kijk. Dit is ook wel echt pure luxe. Ik heb ook gewoon... Ja, ik denk dat we hem proberen te supporten en mee te nemen waar we kunnen. En ik denk dat we allemaal de volste vertrouwen erin hebben dat hij gewoon heel sterk weer gaat terugkomen. Oh, we missen nu hier, man. Ja. Ja, jullie ook. Geniet ervan met z'n allen. Dankjewel. Dank, man. Goed. Sterkte, man. Is goed. Ciao. 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 Jullie deden het mooi, jongens. Als jullie straks koersen, zoals jullie net met Hartijs spreken, zijn jullie niet kloppen. Ik vond gewoon de stilte die jullie gaven, daar straalde zoveel echtheid en zoveel pure liefde voor jullie ploegman uit. Dat was hartstikke mooi. Maar dat viel ook geen dode stilte, dat deed jij heel erg mooi en jij. En jullie vulden elkaar in stilte en je woord zo prachtig mooi aan. Als we dat nog steeds meer gaan verbreden, zeg maar ook in de koersen, zijn we gewoon niet te kloppen. Dit is echt, jongens, een kippenvelploeg. Ik ben zo blij dat ik hier een stukje van het deel mag maken. Echt waar, dankjewel. Hartijs in de ploegleiderswagen bij de Stef van Zwolle. Ja. Het is voor training vandaag. Fietstraining? Fietstraining, dan kom maar uit. We gaan een sprint doen. En niet alleen, maar met een groep. Dus eigenlijk een beetje wat je in de wedstrijd doet met z'n allen. Na een spreep rijden, dat gaan we vandaag oefenen. Dus je gaat oefenen hoe je richting de streep in Zwolle gaat rijden? Precies. We zoeken nog wat kanonnenvoer. Groep 1, Davide, Martijn, Abraham, Thomas en Wouter. Groep 2, Joren, Bas, Jentel, Jordi en Harry. Dan gaan we een koersje rijden.
groep 1 tegen groep 2. Het idee van de wedstrijd is dat je probeert iemand van jouw groep te laten winnen. Je mag zelf natuurlijk ook winnen. Maar dan wordt het echt een wedstrijd. Dan wordt het echt een wedstrijd. Het is niet zo groep naast de orde. Nee, nee, het is echt een wedstrijdje. Veel plezier, mannen. Lekker. Koers. Zeker. Klaar voor? Laatste. Zwart, hè? Zwart. Team zwart. Shadow. Thomas, vrije rol voor in de finale. Ik denk een beetje hetzelfde als Joren. Jordi, jij gewoon vanaf het begin. Ik denk dat jij het meeste gewoon met die heuveltjes... Ja, hey. Nee, dan denk ik niet na. Dat, Ik ben voor team zwart, hoor. Het is zo typisch, hè? En dan straks gaat hij daar staan en zegt hij... Ja, 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 ik ben voor team blauw, hoor. Hey, maar ik ben voor blauw, hoor. Ah, oké, okay, super, super. Appreciëren we. Dat ik nog kan helpen, moet je zeggen. We gaan proberen een echte krijtstreep te trekken. Dus er ligt echt een streep. Wil jij drie keer toeteren? Stel voor plezier, mag jij het doen? Mag ik? Ja, nu. Kijk, in één keer vooral het breed, zie je dat? Ja. Zie je in één keer die dynamiek gebeuren? En nou is de koers open en nou zie je het eerst voor je ogen gebeuren. Kijk, wat gebeurt er? Demarrage, zwart is weg, blauwe erachteraan. Martijn die achteraan, onze sprinter. Kijk, die zie je, die zit niet lekker. Die denkt, ja, dit kan niet gebeuren. En ze moeten weer. Ja. Nog 5 kilometer, jongens. Nog 5. Kijk, dit spel, ik dat zo zie, die jongens zo bezig zie dat hij zo in één keer wat doet. Mooi, hè? Ja. Worden toch jouw jongens, weet je wel. Ja. Lekker hoor, hé. Thomas de winnaar. Thomas. Sprint voor de tweede plek. We zijn diep gegaan. Zag je die koffies? Okay. 1-0 voor zwart. En straks? Gaan we terug. Weer koersje. Kan het nog remise worden of 2-0, hè? Oh. Hey, oh. Mattie. Hey, Dreddy. Lang kanonnen of niet? Lang kanonnen. Ik kan me nog niet tegen. Van jezelf of van het team? Ja, beide. Van het team ging goed. Maar van mezelf viel ook nog niet tegen. Je ging er even hard vandoor, hè, met Harry. Ja, maar omhoog. Is niet. Ik denk, doe ook nog een mooi kort. Maar daarna was het op zich, ja. Ik ben niet zo goed als Jordi, Thomas en dat soort dingen. Ja, ik maar van, viel me niet tegen. Hebben jullie plannen klaar? Nee, nog niet echt. Blauw kan nog gelijk komen. We waren nog aan nabespreken. Gewoon alles bij elkaar houden. Ga je Martijn erop leggen? Ja? Het is niet veel vertrouwen dit. Ja, we moeten wel vertrouwen hebben, anders kunnen we dat niet doen. Ik ga in het begin springen. Ja? Ja. En dan ga je 5 kilometer in je eentje in de vallei tegen een jagende groep. Met Harry. Oké. Ik ga hier wel. Door. Komen ze de gozer. Wie won? Davide, volgens mij. We hebben hem! Oeh, 11e plaats. Maar daarom wilde ik ook pas bij de brug heel laat komen. Om niet, zeg maar, als we daar al rijden, dan zit iedereen er al. Het was op trendje. Ja, maar ja, het is flikken of geflikt worden, hè? En wat doe jij? We hebben de boel geflikt, denk ik. Met Thomas. Niet dat bruggetje, maar daarna was het inderdaad. Toen wij een beetje links en zo, en toen gingen aanvallen toen. En de sprint ook, mooie Martijn. Ja. Het is 2-0, Bas. Gespeeld.
Oi, oi, oi. Ik had gewoon brainfreeze of zo in die afdaling, kerel. Hoe fucking koud was dat, man? Go to Spain, this set. Dit was Trainingskamp vanuit het mooie Spanje. Druk even op die abonneerknop, want wij gaan volle bak op naar de Ster van Zwolle. Ik hoop dat we jullie daar zien. Bij de start op 4 maart gaan wij terug naar Nederland. Ja, willen mensen meer zien dan? Word dan meesterknecht trouwens. Want dan kan je en het shirt bestellen. Ja, niet deze, maar niet blauwe. En je kan veel meer video's zien, zoals hoe we deze sprints voorbereiden. Andere dingen op het trainingskamp. Dus even vanaf hier. Adios!